Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de nieuwe Netflix-serie van Mike Flanagan, The Fall of the House of Usher. En Mike Flanagan heeft dus in de afgelopen jaren een aantal van de allerbeste horrorseries ooit gemaakt op Netflix. Met The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass en Midnight Club. En het is goed om te zien dat hij dus met The Fall of the House of Usher nogmaals gewoon een hele sterke horrorserie te pakken heeft. En dus een van de beste Halloween dingen die Netflix dit jaar heeft aangeboden. En ja, Mike Flanagan heeft natuurlijk zijn Flanagang, de groep van acteurs waarmee hij altijd samenwerkt. En veel daarvan, die ga je dus ook gewoon weer terugzien in de cast van deze serie. Dan heb je het bijvoorbeeld over Rahul Kohli, Kate Siegel en specifiek voor deze serie ook Carla Gugino. Maar het concept van deze serie wordt dus gelijk aan het begin al opgezet. En dat is dus dat de familie Usher hun kinderen verliest binnen een periode van 2 weken opeens. En ze lijken dus individueel allemaal op verschillende manieren te zijn doodgegaan, maar er is dus toch een soort mysterieus verband wat al die moorden met elkaar verbindt. Want het zou wel een beetje te toevallig zijn om inderdaad gewoon door random gebeurtenissen binnen een periode van 2 weken 6 van je kinderen te verliezen natuurlijk. En met de structuur die ze aanhouden voor deze serie krijg je dus ook in de meeste afleveringen te zien hoe één van die kinderen is overleden. Maar wat je dus al vrij snel door hebt is dat bij elk van de doden van die kinderen dus een mysterieuze vrouw betrokken is, die daar waarschijnlijk wel iets mee te maken heeft. Maar Roderick Usher, de patriarch van de familie, die dus vertelt over dat hij zijn kinderen heeft verloren en zo, die heeft ook een beetje een mysterieus verleden. Want het empire van de Usher familie is dus gebouwd op Big Pharma, zeg maar. En hun zijn dus ook wel grotendeels verantwoordelijk voor de opioid epidemic in de wereld van deze serie dan. En Bruce Greenwood, die speelt dus de patriarch en hij is wel echt een geweldig hoofd van de familie in deze serie. En het verhaal wat hij dus vertelt over zijn leven is ook echt super interessant. Hij brengt het ook helemaal terug naar zijn moeder zelfs, maar uiteindelijk is het wel het verhaal wat hij dus deelt met zijn zus uit zijn jeugd wat het meest belangrijk is. Al die verschillende kinderen, die zijn dus ook oprecht interessante personages, zeg maar. Ze hebben ook best wel unieke banen en zo, en het zijn ook wel een soort van celebrities. Daardoor moeten ze dus ook een soort van persona voor zichzelf vasthouden, maar meestal doen ze dat dus ook in de vorm van hun werk. Alleen in sommige gevallen zijn ze misschien niet even verantwoordelijk voor dat werk als anderen. Maar hey, dat is het voordeel van heel erg rijk zijn natuurlijk, dat je soms gewoon kan investeren en kan doorbouwen op het succes van anderen. En dat is dus ook wel wat de Usher-familie echt geweldig doet. Die patriarch heeft dus een oude detective ingeschakeld, waarmee die ook een verleden heeft. En hij heeft dus besloten dat hij aan hem gaat vertellen wat het hele verhaal achter die moorden precies is. En dat gesprek wat ze dus met z'n tweeën hebben is echt geweldig geacteerd. En dat wordt dus ook doorgezet door heel de serie heen, zeg maar. En de rest van de stukken worden dus eigenlijk allemaal verteld als flashbacks. En door die verschillende tijdlijnen heen wordt er ook heel veel symboliek gebruikt in de vorm van een raven. En dat is dus ook wel toepasselijk, omdat dit verhaal blijkbaar gebaseerd is op een gedicht van Edgar Allan Poe. En ja, ze moeten dat gedicht dus wel ziek hebben uitgerekt om daar een volledige serie op te baseren. Ze hebben het overduidelijk dus ook wel een beetje doorgetrokken naar moderne tijd. En ik moet wel zeggen dat de boodschap waarmee de serie eindigt wel echt super depressief en blackpill is. Maar gelukkig zat er nog wel een klein beetje hoop erachteraan. Maar het is wel vrij typisch om vanuit Hollywood echt super cynisch te kijken naar iedereen die ook maar een beetje rijk is. Alleen als zo'n geval van deze familie natuurlijk echt zou bestaan, dan is dat wel een goed voorbeeld daarvan. En daarom heb ik er ook niet zo'n issue mee. Want er zijn wel oprecht rijke families die dus echt zo erg obsessief zijn met greed dat ze dit soort dingen doen. Maar ik weet niet tot in hoeverre de Ushers dus ook echt een realistische representatie is voor de meeste van dit soort families. Maar ja, ik heb dus zeker wel weer genoten van deze Mike Flanagan-serie. En het was nogmaals dus een sterke keuze voor Netflix om rond de Halloween uit te brengen. En ik kan dus ook zeker niet wachten om te zien wat hij hierna doet. En ik ben dus ook wel blij dat hij elke keer gewoon probeert iets nieuws en iets creatiefs te doen. Ik zou niet per se zeggen dat The Fall of the House of Usher de beste tot nu toe is. Maar ik denk wel dat het beter was dan Midnight Club in ieder geval. Alleen die Haunting of Hill House en Bly Manor, die zijn wel moeilijk te overtreffen. En laat staan Midnight Mass, want ik denk dat dat nog steeds mijn favoriet van die van hem is. Maar hey, laat me weten wat jullie favoriete Mike Flanagan serie tot nu toe is en wat jullie denken van The Fall of the House of Usher. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval en subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.